Het Teddy Bear Hospital is deze week van start gegaan. Een week lang komen kleuters langs in het ziekenhuis met hun zieke knuffel. Een groep vrijwilligers staat dan klaar om de beertjes, draakjes en aapjes weer helemaal beter te maken. Nou, het Teddy Bear Hospital is een hele week en ieder jaar wordt georganiseerd waarbij allerlei kleuterklassen de hele week hierheen komen met een zieke knuffel om zo zelf te zien wat er gebeurt en niet meer bang zijn voor het ziekenhuis. Ze komen eerst binnen, ze zijn een beetje verlegen en bang voor de beer, maar op een gegeven moment hebben ze het hele traject afgelegd en zijn ze helemaal blij en zeggen ze, oh, dit is gebeurd met mijn beer en ik heb dit eraan gedaan en ze zijn echt helemaal opgebeurd. Met verschillende kamers leren de kinderen meer over het ziekenhuis. Nou, je begint in de wachtkamer. Dan gaan ze met de ambulance, het bedje, gaan ze naar de huisarts. Waar ze gaan zeggen, dit is er gebeurd met de beer. Dan gaan ze naar de radioloog een foto maken. En zo gaan ze hem beter maken bij de chirurg of de gipsmeester. En dan gaan ze door naar de apotheek waar ze een pilletje krijgen en een handtekening en een goodiebag. En dan gaan ze weer terug naar de wachtkamer. Aan het einde kunnen ze ook echt vertellen wat je gedaan hebt en denken ze ook echt, ik ben niet meer bang voor het ziekenhuis. En ik vind het zelfs leuk om dingen te weten over het ziekenhuis. Dat is echt leuk. Voor de kinderen is het vooral een leuke en leerzame ervaring. Nou, wie heb jij meegenomen? Snoesie. En wat was er mis met Snoesie? Ze heeft haar been gebroken. En nu? Ze heeft nu gips erop. Nu gaat het alweer helemaal goed komen. Ja.